Hallo allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je natuurlijk vertellen, dit wordt niet zomaar een video, maar alweer een hele speciale video. Want ik ga vandaag 24 uur mijn vriendje Rutger pranken. Ja, politie, volgen. Nou, dat zijn wij absoluut niet. Inbraak in scène zetten. PlayStation weg. Ik wil echt één ding aan je. Om Paco te wisselen met haar zusje. Gaan kijken of Rutger door heeft of het Paco is of misschien helemaal niet. Je mag op de kleed. Je is alleen altijd oplopen. Je wordt helemaal weg. Hebben jullie hier nou heel erg veel zin in? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Bij deze beloof ik jullie, maar eigenlijk ook Rutger, dat we bij de like goal van 26.000 duimpjes afspreken. Dat ik Rutger toestemming geef om mij 24 uur te gaan pranken. Hier ga ik spijt van krijgen. Check hier beneden eventjes of je al geabonneerd bent. Ik heb het al vaker gezegd, maar meer dan de helft van de mensen die naar mij kijkt is nog steeds niet geabonneerd. Dus zorg dat je hier even op de abonneerbutton drukt en natuurlijk een belletje. Ja, dat was hem inderdaad. Om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. De vraag voor deze week is als volgt. Ik ga vandaag mijn vriendje Rutger pranken. Maar als ik deze video heb opgenomen is het tijd om weer iemand anders te gaan pranken. Dus jullie mogen gaan bepalen wie dat moet zijn. Welke YouTuber of YouTubester moet ik de volgende keer 24 uur gaan pranken? Laat het hier even achter en de meest genoemde naam die kies ik uit. Oké, als ik heel eerlijk moet zijn, ben ik niet echt een hele goede pranker. En daarom heb ik mezelf eventjes heel goed voorbereid voor deze dag. En ik kan jullie vertellen, ik heb echt hele erge dingen geregeld. Laten we beginnen met de allereerste prank. Rutger was net Paco uitlaten, maar hij is nu weer thuis. Dus ik ga eventjes een plekje zoeken waar hij mij niet kan horen. Zo, ik ben weer eventjes terug de kast ingedoken. Ik dacht, ik maak de grap zelf wel. Rutger denkt dat ik vandaag een video aan het opnemen ben dat ik alleen maar appelproducten ga eten. Ik moest natuurlijk eventjes een smoesje verzinnen waarom ik met een camera rondloop heel de dag. Maar wat hij dus niet weet, is dat ik hem vandaag heel de dag door ga pranken. We gaan hem niet pranken met zomaar een scheetkussen of een emmer water over hem heen gooien. We gaan een stapje verder. Het allereerste wat op onze planning stond vandaag is naar de sportschool gaan. Maar wat Rutger niet weet, is dat ik contact heb gezocht met de politie hier in omgeving. En hun heb gevraagd om Rutger zo meteen van de weg te halen en aan te houden. Rutger is nog nooit van de weg gehaald door de politie. En ik kan je vertellen, als iemand heel netjes altijd rijdt, is dat Rutger. Oh jongens, ik heb hier echt heel erg veel zin in. Ik ben helemaal zenuwachtig. Laten we zorgen dat dit plan goed gaat verlopen. Ondertussen ben ik helemaal omgekleed en klaar om lekker te gaan sporten. Rutger, ga je ook mee? Ja, ik ben klaar. Maar voordat we natuurlijk gaan sporten, heb ik iets nodig om mijn maag een beetje te vullen. Dus ik neem een appel mee. Wil jij er ook een? Nou, ik neem een banaan, denk ik. We gaan. Zo, we zitten in de auto met een heerlijk zonnetje op ons gezicht. En ja. Ik ga mijn appeltje eten. Zo'n heerlijke appel. Ja, politie, volgen. Echt? Ja. Moet ik hem wegdoen? Moet ik hem wegdoen of niet? Ja, weet niet. Eerst wat door mijn camera? Ja. Bedankt. Maar waar gaat hij mijn boete voor geven? Ja, omdat ik die camera heb misschien. Politie volgen. Oh mijn god, jongens. Zal ik het gewoon vastleggen? Ja, jij mag toch filmen? Ik heb nog een camera voor die video. Zal ik gewoon alles filmen? Ja. Hoi. Hallo. Hi. Heb je een rijbewijs hier alsjeblieft? Ja. Yes, dankjewel. Controleer het even. Ja hoor. We krijgen net een melding bij de van de witte Tesla met nogal opvallend rijgedrag. Waar is dat? Asociaal rijgedrag. Nou, dat zijn wij absoluut niet. Maar... het is natuurlijk wel bijzonder als er één witte Tesla rijdt. Dat het dan net jouw Tesla is? Wij stappen letterlijk net de auto in. Nou, er heeft alleen een witte Seat achter ons gezeten net. Waar ben jij voor aan het filmen? Ik maak YouTube-video's, dus okay. Ik had hem hier even neergezet. Ik wil graag niet kennen. Nee, dat snappen we. Kunnen jullie niet zijn geweest dan? Nee, nou, ik kwam als ik nu mijn dashboard opsla, dan kun je waarschijnlijk vanaf het begin zien hoe ik heb gereden. Ik heb niet de maximale snelheid overschreden of wat dan ook. En ik ben echt net 3 minuten in de auto. Nou, we kijken even via rijbewijs naar, komt zo even beter. Ja, tuurlijk. Ja? Yes. Ben je net te hard dan? Nee, helemaal niet. En ik weet niet waar de melding was, maar dit is zeg maar bij de... Oké, ja, daar zijn we wel geweest. Hé, mogen we heel even in je kofferbak kijken? Ja, tuurlijk. Je mag alles zien. Oh ja, tuurlijk. Nou, Rut. Ja. Maak je wel een keer een blaastest mee? Ja. Rut, het is een prank! Oh! Het is een grapje! Oh, sorry! Sorry! Nou, ja, ik dacht. Ik heb echt niks raars gedaan. Altijd echt als een bejaarde, zegt hij. Was dit een goede prank of was dit een goede prank? Een hele goede prank. Kom maar. Oh, zielig. Sorry, lieve.
Gaan we nog sporten of gaan we dat niet nee, doen? Nee, mijn hartslag heeft, is hoog genoeg geweest. Nee, ik ga nog wel even sporten. Dus laat ik mijn appeltje weer meenemen en verder gaan. Ondertussen zijn we weer terug van het sporten. En ik voel me echt enorm schuldig voor de prank die ik onderweg had uitgehaald. Dit was echt niet normaal. Ik beloof je, ik zal je nooit meer pranken. Gelukkig. Ondertussen ben ik weer helemaal opgefrist en ik kan je vertellen dat die appels echt heel goed vallen vandaag. Ik hoop dat hij dit gehoord heeft, want er komt iets geloofwaardiger nog over. Oké, het is tijd voor de volgende prank. Ik heb het gevoel dat Rutger nog niet echt doorheeft wat ik nou precies aan het doen ben vandaag. Voor de volgende prank gaan we eventjes één stapje verder. Ik hoop maar dat hij dit grappig gaat vinden en dat hij niet te erg gaat schrikken, want dan zou ik het wel een beetje zielig vinden. Maar ik ga een inbraak in scène zetten. En als je een inbraak in scène zet, dan heb je natuurlijk een inbreker nodig. Nou, ik heb wel iemand in gedachten. Jongens, waar is Richard? In bed. Nee, ik wil niet zo op camera. Ik wil zo meteen een inbraak in scène gaan zetten en ik wil dat jij de dief speelt. Zou je dat willen doen? Heb je tijd vandaag? Ik heb wel tijd, maar dan moet ik bij jullie in huis gaan. Zachtjes, zachter praten. Ik ga de sleutel verstoppen, ergens buiten voor jou. En als er één ding heel belangrijk is voor Rutger op dit moment, dan hoop ik dat ik het ben. Is PlayStation. Ja, precies, PlayStation. Als jij nou zijn nieuwe PlayStation gaat stelen vandaag en zorg dat het een beetje uitziet alsof er een inbraak is geweest, en dan ga ik ondertussen wandelen met Rutger en Paco. Maar jullie huis is supergoed beveiligd. Ik kan toch nooit inbreken? Ik kan vanuit mijn mobiel alles uitzetten en in de gaten houden. Dus ik ga regelen dat dit gaat werken. Ik moet zo nog even een paar dingen filmen. Zullen we anders over een uurtje of zo gaan? Oké. Ondertussen is Rutger naar boven gegaan om even te gaan gamen, want hij denkt dat ik nog wat moet opnemen voor mijn appelvideo. Die is er natuurlijk niet, hè, Paco, die appelvideo. Nee. Het enige waarom ik nu eigenlijk nog wacht is omdat ik pas over een half uur met Richard afgesproken heb. Dus ik moet nog even wat tijd rekken. Ga je mee wandelen? Oké. Ja. Dit is dan eindelijk het moment dat Rutger en ik het huis verlaten om een wandeling te maken met Paco. Nu heeft Richard alle tijd om ongezien in te breken in ons huis met een huissleutel. Het is tijd voor een korte pauze. We gaan even een wandeling maken met Paco. En kijk eens, ze wordt helemaal blij van dit grote grasveld. We staan midden op een weiland. Ja, hallo, Richard hier. Ik neem even Thomas' video over. En nu sta ik dus in een leeg huis naast. Kijk, daar staat hij. Rutger zijn geliefde PlayStation en zijn Xbox in de gamekamer. Dus ik ga het maar snel weghalen voordat ze terugkomen. Sorry, Rutger. Als nu je hele systeem naar de klote gaat. Als een echte dief. Doei! Oh, kijk eens. Kom eens hier! Ja! Ja. Allemaal super netjes bij. Maar nu niet meer. Oh, dat was je vierde woord. En natuurlijk ook gewoon deze blokken op zijn zijkant gooien. Ziet dit er chaotisch uit of niet? Ik ga dus ook even nog de camera verstoppen om zijn reactie op te nemen. Ik heb alles uit de kamer gestolen en ik ga me nu hier denk ik maar ergens in huis verstoppen. Ondertussen sta ik dus in de walk-in closet in de kamer waar Rutger en Thomas. Ja, ik denk het enige wat ik nu kan doen is wachten tot ze terugkomen. Dat is gewoon een nieuw. Jawel. Ik had het alarm serieus opgezet. Ja. Hè? Ik heb wel de achterdeur karton weggegooid, maar ik ben verder niet aan geweest. Hij komt echt zo. Oh nee. Wat? Kijk. Heb jij je telefoon hier? Oh. Politie anders weg. PlayStation weg, Xbox is weg. Ja, hier is ook even. Heel de kast is leeg. Nee, maar ik ga echt, ik zweer het, is het een grap? Dit is geen grap. Ik bel echt 112, hè? Jij bent mij aan het pranken. Nee, je hebt nog 5 seconden, anders bel ik 112. Nee, ik ben het echt niet. Ik zweer het serieus. Prank! Dit was een grap van mij. Grapje. Ik vind het echt niet meer leuk. Dit is een grapje. Oh, heel zielig. Alles is weg. Ik stond gewoon hier klaar om 112 te bellen. Maar er is hier nog iemand. Of niet? Maar wie zegt dat er nog iemand is? De inbrekers gaan meestal toch weg naar de inbraak? Ja, doe dat! Oh nee! Richard! Richard, ik had je gevraagd om in te breken, maar om zo'n puinhoop voor ons huis te maken had ik je niet gevraagd. Ik dacht het moet een grap zijn, maar toen geloofde ik het ineens omdat ik gewoon de politie mocht bellen van je. Ja, ik was heel bang dat je de politie ging bellen. Dat is ze mij al gestuurd.
Ik had dit al voor me. Oh. Sorry, dit is. Oh, dit is heel zielig weer. Oh. Gaat het? Nee. Om Rutger te laten geloven dat de video dan nu echt afgelopen is en er geen prank meer komt, nemen wij het einde van de video op. Maar wat hij niet weet, is dat ik dit helemaal niet ga gebruiken en gewoon nog een prank ga uithalen. Nou, Rutger heeft even een andere trui aan gedaan, want hij had iets te creatief gegeten. Ja, ik kom er niet te eten. Nee. Ga je sowieso terugpakken. Dit kan echt niet. Vond je het een leuke video om naar te kijken? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Ik vond het graag. En dan doei! Oké, jongens, ik heb net een outro opgenomen samen met Rutger, zodat hij denkt dat de video afgelopen is. Maar wat Rutger niet weet, is dat het tijd is voor de volgende en de laatste prank. En dit moet echt de beste ooit worden. Na lang zoeken is het mij gelukt. Ik heb het zusje gevonden van Paco de hond. En ik kan je vertellen, ze lijkt echt exact op Paco. Ik heb met het baasje van het zusje van Paco afgesproken. Dat is om precies te zijn over 15 minuten. En mijn idee is om Paco te wisselen met haar zusje en dan weer thuis te komen en te gaan kijken of Rutger door heeft. Of het Paco is, of misschien helemaal niet. Oh, dit is zo spannend, dit moet gewoon slagen. Rapen op naar je zusje. Het is gelukt, hij heeft echt niet door dat ik iets van plan ben. Ik ben nu samen met Paco onderweg naar haar zusje. Paco, jouw zusje is er. Ben je klaar om je zusje te zien? Wie zijn dat nou, Paco? Dat is familie, hè? Nou, oh, ze lijken echt exact op elkaar. Wat geweldig dit. Oh, Rutger gaat dit nooit doorhebben. Ja. Het voelt ook hetzelfde. We hebben de halsband gewisseld en ze lijkt echt sprekend op Paco. Kom maar, Paco. Het is koud, hè? Kom maar. Oh jongens, ze gaan naar boven toe. Paco kan helemaal niet trap lopen, dus dat klopt niet. Ik moet naar beneden. Je kan geen trap lopen. Kom maar, dit kan Paco helemaal niet. Kom maar. Ga je op Rutger schoot? Een beetje bang. Ja. Ach. Hier ligt ze. Ja. Kom Paco, bij oom Richard. Oh, koffie even halen. Dat is lief, hè? Kom in. Je mag op de kleed. Kom hier naar mij. Oh, mijn telefoon. Ik heb gewoon een foto van een weiland met een wolk. Ja, dat is leuk. Laten we Paco eens zien. Paco, is de foto goed gekeurd? Ja. Heel blij. Paco, kom eens. Kom maar. Kom maar. Er is iets. Proef de koffie even. Ja, dat durf ik echt niet. Er is iets mee. Oh, Paco is aan het plassen. Oh. Nee. Ze voelt zich niet lekker. Gaat het? Het is heel raar. Het heeft ze echt... Een half jaar niet gedaan. Heeft ze echt geplast? Ja. Ze gaat naar boven! Nee! Wat? Paco! Nee. Huh? Ze kan helemaal geen trap lopen. Echt waar? Dat mag echt niet. Ging jij nou naar boven, Paco? Dat kan echt niet. Sinds wanneer kan ze daar trap lopen? Ik heb die deur niet, anders gaat ze weer naar boven. Ja, maar dan kan ze ook niet meer daar slapen. Pierre, wie spreekt wel kan? Het stinkt als naar plas hier. Paco, wat doe je? Meisje, wat doe je? Hey, gekkie. Kijk eens goed naar Paco. Dit is Paco niet, of wel? Dit is het zusje van Paco. Nee. Dit is Riva, het zusje van Paco. Eén van de twee zussen. Oh, ik dacht al, wat ben je rustig. Zeg, ik voel het een beetje spannend worden voor Eva. Is ze even oud? Is dit echt? Ja, ze is tegelijk met Paco geboren. Oh, wat lief. Nou, wat lijk jij op Paco? Exact, hè? Ja, ik dacht Paco is zielig ineens. Ze kijkt anders. Oké, dit was echt. Dit was echt mijn laatste prank. Nu stop ik echt. Zal ik de familie van Paco even gaan halen? Nou, let op, hier komt de Paco-familie. Net een Paco. Ja, maar echt. Jij bent echt leuk. Precies, Paco. Ik word helemaal gek. Ja, maar jij dacht ook dat er iets met de koffie was. Een lieverd is dit. Heel leuk. Heel knap is ze ook. Maar ik kom hier nooit overheen. Ik wil Thomas ook gaan pranken. Kijk nou. Ze lijken sprekend op elkaar, joh. Ja, echt. Nou jongens, we hebben hier drie Paco's ineens. Wacht, is dit communiceren? Ja. Ik zou zeggen, prank geslaagd. Heel erg geslaagd.
Zoals jullie horen is Paco even aan het drinken, want ze heeft een erg vermoeiende middag gehad. Nou, ik ook. We zijn nog even met alle honden naar de duinen geweest en ze hebben daar heerlijk met z'n allen gerend. En wij konden ook even bijkomen van deze dag. Oh ja, is het voorbij? Ik geloof er niks meer van. Meen het, ik ga geen grappen meer uithalen. Dit is de echte outro voor deze dag. Ik ga je niet meer pesten en ik ga je nooit meer pranken. Het is je vergeven, maar ik moet echt, denk ik, een week minimaal hiervan bijkomen. Waarschuw je alvast, ik zeg niet wanneer. Maar je gaat deze drie keer zo hard terugkrijgen, echt. Oh jee, oh jee, oh jee. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Als we een like willen halen, weten jullie wat ik met jullie heb afgesproken. Dat weet Rutger pas als deze online staat. Check even het kanaal van Rutger als je nog niet geabonneerd bent op Rutger. Komt hier iets in beeld. En ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Bedankt voor het kijken. Au, doei. Doei.